Wouterse gaat in hoger beroep. Duikrobots in menselijke vorm. En missie anorectale afwijking achter de rug. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Daisy Bouterse gaat morgen in hoger beroep. Dat is het opnieuw behandelen van een rechtszaak door een hogere rechter. In 2021 is Bouterse veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de decembermoorden van 1982. Het hoger beroep begint morgen. De Surinaamse krijgsraad gaf Daisy Bouterse vorig jaar 20 jaar gevangenisstraf. Dit noemt men een veroordeling. Na de veroordeling ging Bouterse in hoger beroep. Maar waar begon het allemaal? In 1980 pleegde een groep militairen onder leiding van Bouterse een staatsgreep in Suriname. In 1982, op 8 december, werden 15 mannen gemarteld en doodgeschoten te Fort Zeelandia. Het gaat om advocaten, journalisten, militairen, universiteitsdocenten, een vakbondsleider en een ondernemer. Een vreselijke gebeurtenis in ons land. In het jaar 2000 begon voor het eerst een gerechtelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in Fort Zeelandia. Het proces startte uiteindelijk pas na 7 jaar. Het proces ging moeizaam. In 2010 werd Daisy Bouterse president van Suriname nadat zijn politieke partij, de Nationale Democratische Partij, heel veel zetels binnenhaalde. In 2012 kwam er een amnestiewet. Deze wet geeft aan dat iemand die een straf gekregen heeft, deze niet hoeft uit te zitten. De wet is meestal voor misdaden uit een bepaalde periode en of door een bepaalde groep mensen. In 2017 eist het OM, het Openbaar Ministerie, dat is de overheidsinstantie die beoordeelt of ze een verdachte van een strafbaar feit gaan vervolgen, 20 jaar gevangenisstraf voor Daisy Bouterse. Na 2 jaar in 2019 deed de krijgsraad een uitspraak waarbij Daisy Bouterse tot 20 jaar cel werd veroordeeld. Hij was zelf niet aanwezig bij de zitting. Hij ging dus daarna in verzet. Dit wordt meestal gedaan wanneer je als veroordeelde niet eens bent met het besluit. Het proces ging gewoon door en in 2021 werd Daisy Bouterse weer veroordeeld. Hij kreeg ook nu 20 jaar gevangenisstraf. Hij ging toen in hoger beroep, dat is het opnieuw behandelen van een rechtszaak door een hogere rechter. En morgen is de eerste zitting. Sneeuwapen richten schade in Japan en duikrobots in menselijke vorm. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Enkele wetenschappers die studeren aan de Universiteit van Stanford hebben een duikbotrobot ontworpen. Deze robot lijkt vreselijk op een mens en kan nog 1 kilometer onder water verschillende onderzoekingen doen. Mensen kunnen niet zo diep onder water, want dan wordt de druk te hoog. Dit is dan gevaarlijk. Daarom is deze robot heel handig. De robot heeft als ons handen en vingers waar hij dingen mee kan voelen. In plaats van de ogen staan er 2 camera's die alle kanten kunnen opkijken. De robot kan op afstand bestuurd worden, zodat wetenschappers diep in de zee onderzoekingen kunnen doen zonder zelfs in het water te gaan. In het zuidelijk westgedeelte van Japan, in de stad Yamaguchi, worden de bewoners al een paar weken aangevallen door sneeuwapen. Er zijn al ongeveer meer dan 45 mensen gewond geraakt. De apen zijn best wel gevaarlijk en krabben, bijten en dringen de huizen van de mensen binnen. Geen 1 persoon is bespaard gebleven door de apen. Ze vallen van jong tot oud aan. De Japanse politie en overheid proberen een manier te zoeken om de situatie onder controle te krijgen. Er leven ongeveer 100.000 apen in het wild. Doordat hun leefgebieden in het bos steeds kleiner worden, komen ze nu vaker naar gebieden waar mensen wonen. De politie en overheid hebben de bewoners gewaarschuwd om hun huizen goed dicht te maken. Het Diakonesse Ziekenhuis heeft samen met lokale en internationale specialisten kinderen met de anorectale afwijking geopereerd. Gisteren hebben zij aan de media en genodigden verteld hoe het proces is verlopen. 9 kinderen werden afgelopen week geopereerd met een anorectale afwijking in het Diakonesse Ziekenhuis. Dit is ook in samenwerking
met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ook andere zaken, zoals het niet beschikbaar hebben van een radioloog op een gegeven moment, moest worden opgelost met hulp van AZP is dat gedaan. De problemen van de IC, kinder-IC en AZP hebben ook meegespeeld van gaan we het doen of gaan we niet door. Gaan we door of gaan we niet door met de kinderchirurgische missie. Gelukkig is dat enigszins opgelost en kon AZP garant staan. U ziet het, er zijn een heleboel factoren geweest die hebben kunnen maken dat deze missie niet door is gegaan. Gelukkig, met de inspanning van ieder en denk ik ook de hulp van de Almachtige, hebben we deze missie kunnen uitvoeren en zijn alle geplande 9 kinderen geholpen in deze missie. Een anorectale afwijking is een aangeboren afwijking van de anus en de endeldarm. Door de afwijking is de anus niet aanwezig, ziet er anders uit of is op een abnormale plaats gelegen. De aandoening ontstaat vroeg in de ontwikkeling van het ongeboren kind. Het opereren van kinderen met een anorectale afwijking kost veel geld en ook zijn er onvoldoende artsen die de operaties kunnen uitvoeren. Als wij deze patiënten naar het buitenland hadden moeten sturen, dan zou dat kosten $30.000 per kind. We praten over 9 kinderen. $30.000 met de koers van 25 tegenwoordig, bij als deel op 750.000 SRD per kind. Wij hebben deze operaties hier kunnen doen in Suriname, in de vertrouwde omgeving van de ouders en de kinderen. En volgens de calculatie kost zo'n operatie 68.000 SRD. De nakalculatie moet nog komen, maar we zaten dus op 68.000 SRD. En nog eens €9.000 totaal voor alle 9 kinderen, dus €1.000 per kind. Die €9.000 is door Arbolof gefinancierd. Dus totaal komt zo'n operatie 68.000 plus €1.000 per kind, zo op 93.000. Dus zeg maar net onder de 100.000. En dat moet je dan vergelijken met die 750.000 als we de kinderen naar het buitenland zouden sturen. Dus je begrijpt dat het ontzettend zeg maar voordelig is als we deze operaties kunnen blijven doen in Suriname. Los van het feit dat het een vertrouwde omgeving is voor de ouders en de kinderen, is het dus financieel dus heel erg voordelig om het hier te doen. Van de 9 kinderen die een operatie ondergingen, waren er 5 verzekerd door de SZF en 5 door particuliere verzekeraars. Van de 5 kinderen zullen de gedeeltelijke kosten worden gedekt door de SZF samen met het ministerie van Sociale Zaken. En van de 4 kinderen zijn de kosten gedekt door de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen en de overige kosten door de ouders. Om veiligheidsredenen konden de kinderen niet in beeld komen, maar we hopen op een spoedig herstel. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet, ga goed om met elkaar en tot morgen. Doei doei!